Interpack voor Dreamhack. Ik zit hier met het allernieuwste vest van Interpack voor Dreamhack Winter 2014. Ik wees hier, maar het zit hier. Interpack voor Dreamhack Winter 2014, Alternate en de events. Het staat er allemaal op. En ik heb nu een diepte interview over dit vest met de meest charmante persoon bij ons kantoor. Chris! Oh, wat een applaus, hè. Chris! Hallo! Vertel eens, hoe warm is dit vest? Nou, hartstikke warm. Ik zit me hier gewoon kapot te zweten. Dus ja? Ik denk dat we in Zweden absoluut niet koud gaan krijgen. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Maar vertel eens, kun jij zeg maar met je linkerhand... Mijn linkerhand? In je vestzak. Ja. Komt die eruit aan de andere kant? Nee, zeer zeker niet, want daar zit een rit. Dat komt, mensen, omdat het een vest is en geen trui. Als het een trui was geweest, had dit... Wat denk jij ervan, dat het dan gelukt? Dan had het wel zeker gelukt, ja. Oké. Chris, hoe gangster zie jij eruit met je capuchon op? Nou, zullen we dat eens gaan testen? Ja, laten we dat doen. Mensen? Ja. De capuchon. Oh. En? Nou, wie denk je dat er meer gangster is, jij of ik? Nou, ik weet wel zeker ik. Maar dat lijkt dan wel aan het publiek laten. Daar maken we een prijsvraag van. Win Goat Simulator. Als je het juiste antwoord weet op de vraag, wie is er meer gangster in het nieuwe Interpack voor Dreamhack Fest? Dan als slotvraag, wat staat er op je achterkant? Beetje een persoonlijke vraag, ken je pas net, maar... Ja, ik denk er echt wel het Interpack voor Dreamhack logo. Nou, laten we het gaan bekijken. Oh, hij had gelijk. Jongens, het prachtige nieuwe vest, binnenkort ook bij jou. Dankjewel.